baas in het veld lopen. Ik begrijp er echt helemaal niks van. Waar bemoeit ze zich mee? Brian. Hey. Ja, maar Sam. Brian. Hoe zit het nou met die shirtjes? Ja, dat zijn prachtig, hè? Ja. Brian. Alleen met dat wasje, ja, ik weet nog niet hoe dat gaat. Ik ben aan het oefenen geweest. Ja. En ik heb nou één shirtje zonnestrepen. Ja. Die heb ik in de bleek gegooid, want dat was vlek op vlek. Dus die vlekken kreeg ik eigenlijk niet meer uit. Ik heb met één shirtje heb ik geprobeerd met de vlekkenschaar. Maar dat ziet er daarna ook niet meer uit. Dus ja, ik ben er niet helemaal over uit. Heb jij ideeën? Nee, ik vroeg me af, moet het nou op de hoofdwas of op de bonte was? Ja, ik ben er ook nog niet over uit. Ik ga het niet weten. Maar wat voor wasmiddel gebruik je nou? Ja, volgens mij Ariel. Ariel? Ja. Ik gebruik Das. Das? Dashboard. Ja, ik mocht van Emiel geen Ajax gebruiken, maar dat maakt wel heel goed schoon. Ja, dat zou ik... Bestaat dat? Ja, ja. Oh, oké. Okay. Ja. Maar ik denk ook Oxio of zo, of hoe heet dat? De paarsenspul. Even kijken. Even. Ja, ja! Oh, wow. Goed gevoetbald. Ja, we hebben een kleine onderbreking. Ja, bijna goal, hè. Moet wel opletten. Hé, hey, jongens, niet opstaan snel, want het shirtje wordt vies. Kom! We zijn er nog niet uit hoe we het moeten wassen. Maar wat vind je er nou van? Moet iedereen dat nou individueel wassen? Of moet een van de ouders dat gewoon meenemen en dan... voor woensdag moet dat weer schoon zijn natuurlijk, in droog. Ja, ik ben er niet over uit. Ik geloof dat ze anders iedere keer het shirtje weg gaan geven. Als je moeder moet gaan wassen. Weet je wel, dan gooien ze het shirtje in het publiek. Net als die grote mannen doen. Dan hoeven ze zelf niet te wassen. Maar wat wel heel makkelijk is voor de vrouwen, is dat gewoon de namen erop staan. Dus ze weten nu van wie dat shirt is. Ja,